Dinsdag 23 juni bracht het CD&V regiobestuur Kempen een bezoek aan Kesterlee. Het bezoek begon met een wandeling op de Kabouterkesberg. Iets wat zeker niet kan ontbreken op een zonnige dag als deze. De Kabouterkesberg is een bos voor jong en oud waar er flink wat kan gewandeld worden. Onderweg kom je tal van kabouters tegen die de route aanduiden, zodat je zeker niet verloren loopt. Na deze korte, toch leuke wandeling trokken de leden naar het heemerf De Weiberg. Dit is een oude Kempense boerderij uit het gehucht Goor, waar je met eigen ogen kan zien hoe het leven in de Kempen er vroeger aan toe ging. Hier kan je het pakhuis, het staakkapelletje, de bihal en het karkot bezoeken. Het bezoek werd afgesloten met overheerlijke frikandellen met krieken. Slow.